De politie werkt aan de opsporing van de scholier die een andere scholier in zijn rug trapte. Afgelopen maandag op social media gaat er sindsdien een video viraal van het gebeuren. In de video is te zien hoe de scholier die over straat loopt door meerdere schoolgenoten wordt gepest. Vervolgens wordt hij hard getrapt in zijn rug, waardoor hij op de grond belandt en kneuzingen oploopt. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zeggen dat er ook gewerkt wordt aan maatregelen om regelmatig surveillances en controles uit te voeren op scholen. Bijvoorbeeld aan tassenonderzoek, fouillering en dat soort maatregelen. Dus dat zijn de instructies die gegeven zijn. Die patrouilles, die surveillances zijn waarschijnlijk wat afgenomen. Maar daarom zeg ik van er is opdracht gegeven specifiek dat weer aandacht hier aan wordt besteed. Ik moet ook in herinnering brengen dat de buurtmanagers weer optimaal functioneren. En de instructies zullen ook zijn dat zij ook aandacht besteden aan schoolbezoeken. Amoksi ging ook in op de politiepatrouilles die volgens hem afnemen, omdat er weinig politievoertuigen beschikbaar zijn. Echter meent hij dat de veiligheid van de samenleving daardoor niet afneemt. Er wordt volgens hem nu de laatste zaken gefinaliseerd om nieuwe voertuigen voor het korps aan te schaffen. Kijk, we hebben lang gesproken over aankopen die gedaan moeten worden voor de politie. Dat is op gang gekomen. Ik wil bijvoorbeeld in herinnering brengen dat we sinds april hiermee bezig zijn. En finally kunnen die aankopen, dus die leveringen, moeten worden gedaan. Ondertussen is de koers ook natuurlijk gaan stijgen, maar we hebben maatregelen getroffen dat die leveringen van voertuigen, boten en dergelijke, dat die gedaan kunnen worden. Minister Amoksi sprak vandaag op het kabinet van de president, van de vice-president, voor aanvang van de wekelijkse ministerraadsvergadering.